DJI heeft recentelijk zijn nieuwe vlaggenschip in de Enterprise line-up gelanceerd. De DJI Matrice 300. We hebben een tijdje geleden al met een beta-versie van het toestel mogen vliegen. En nu hebben we onze daadwerkelijke productiemodel binnen. En hebben we ook de accessoires zoals de H20 en de battery station die erbij hoort binnen. Dus we gaan eens even ernaar kijken hoe alles geleverd wordt en wat er nou eigenlijk allemaal bij zit. En hoe de productieversie er nu uiteindelijk uit is komen te zien. We hebben hier drie koffers staan en dat is omdat we aan de ene kant de Matrice 300 hier hebben. Aan de andere kant hebben we hier de battery station, dat is eigenlijk ook de enige lader die ervoor te krijgen is. En we hebben de H20 camera, nog niet de thermal, die komt er binnenkort aan, maar de gewone H20 camera met optische zoom en de laser rangefinder. Laten we met dat kleinste koffertje beginnen, aangezien die vooraan staat. Even de hendeltjes los. En dan hebben we de H20. Zit een beetje op dezelfde manier in de koffertjes als we van onder andere de Z30 kennen. Zo. En er zit een hele mooie rubberen beschermkap op om al die sensoren tijdens transport te beschermen. En dan heb je dus aan de voorkant de grote 20 keer optische zoomcamera zitten. Je hebt het ultra-wide lensje wat er altijd in zit. En je hebt de laser rangefinder die hier zit. En met die drie dingen heb je dan de H20 camera. Wat verder opvalt is dat de H20 camera wel wat zwaarder is dan onder andere de Z30. Dat is ook een van de redenen waarom de M300 wat groter is. Om wat zwaardere payload aan te kunnen. En je ziet dat die nog wat verder gesealed is dan dat soort camera's. Het klepje van de geheugenkaart bijvoorbeeld hier aan de achterkant is echt een klein klepje geworden. Wat goed waterdicht is ook. En het camera heeft dan ook een IP-rating van IP44. Die leggen we even hier aan de zijkant neer. Koffertje zet ik even aan de kant. En dan kunnen we eens verder gaan kijken naar de rest. Nou, als we dan naar het volgende koffertje gaan, dan komen we bij de battery station uit. En dat in principe kennen we natuurlijk een beetje van de battery station voor de TB50 batterijen, voor de Inspire. Een beetje hetzelfde principe, alleen in dit geval dan voor de andere batterijen. Zo. Uiteraard wat voedingskabels en dingen die er standaard bij zitten. In de lader is plaats voor 8 batterijen. Dus je kunt hier 8 TB60 batterijen in doen. En hij laat er altijd 2 tegelijk op, dus hij laat altijd een setje op. En net als met de andere laders en dingen die we van DJI kennen, gaat hij altijd eerst de lader die het volste is opladen, of de accu die het volste is opladen, om zo ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk een setje vol hebt. Hij doet een setje TB60 batterijen in 30 minuten van 20% tot 90% en in een uur laat hij ze van leeg helemaal naar vol op. Daarnaast zie je hier aan de bovenkant plek voor 4 WB37 batterijtjes. Dat zijn die kleine batterijtjes die we ook kennen van de Crystal Sky en van de Canon's remote controllers. En de nieuwe afstandsbediening die bij de Matrice 300 zit, die kan je ook voeden met die WB37 batterijtjes. Dus vandaar dat je die hier ook in kunt opslaan en kunt laden. Hij laat dus 1 set TB60 en 1 van deze WB37 batterijen tegelijk op. Verder kun je de batterijen hierin laten zitten voor vervoer. Ook de WB37 hierboven, daarom zit hier dat uitsparingetje in de deksel, zodat die dan mooi klem zitten. En wat wel een hele leuke toevoeging is, is het klepje wat je hier zo ziet. Dit klepje zit namelijk over de powerport, dus hier sluit je de stroomkabel aan die je normaal gebruikt om de koffer van voeding te voorzien. En dat zorgt ervoor dat op het moment dat je de stroomkabel erin hebt gedaan en dit klepje dus naar achter zit, dat dat klepje ervoor zorgt dat de deksel niet dicht kan waaien. En die deksel blijft daardoor mooi openstaan. En op het moment dat je de stroomkabel eruit haalt voor vervoer, dan kun je dit klepje dus weer dichtklappen. En dan kun je de deksel daadwerkelijk wel weer dicht doen. Dus dat is wel een hele mooie toevoeging om te zorgen dat de deksel niet dichtwaait als je aan het laden bent en die kabel ertussen zit. Verder heb je hier aan de onderkant de aan- en uitschakelaar. Er zit een USB-C aansluiting om de koffer eventueel te updaten. En je hebt hier natuurlijk voor zowel de TB60 batterijen als voor de WB37 batterijen lampjes zitten die aangeven hoe ver het laadproces is. Of dat ze vol zijn, of dat ze leeg zijn, of dat hij aan het laden is. En als die bijvoorbeeld te warm is om op te laden, dan geeft hij daar ook een waarschuwing van. Dan zetten we deze ook eventjes weer aan de kant om plaats te maken voor de ster van de show, namelijk de Matrice 300 zelf.
Die wordt standaard in deze koffer geleverd. Dus daarmee heb je gelijk een goede koffer voor vervoer. Zo. En daar is dan de matrice 300. Met alles wat standaard bij zit. Laten we even beginnen in de deksel. Daar hebben we, zoals we vaker in de deksel voorbij zien komen, de pootjes van het landingsgestel zitten. Die zitten in de deksel geklemd. Tevens zit hier een netje in met daarin de reservepropellers van het toestel. Dus hier in het netje zitten aan beide kanten twee propellers. Dus in totaal vier propellers als reserveprop zitten hierin. Dit is verder leeg schuim voor nu. Dan zit hier als eerste het toestel in. En die gaan we er als eerste even uithalen. Het toestel ligt er op zijn kop in. En dat zorgt ervoor dat je, voordat je hem eruit haalt, eerst zo het landingsgestel erop kunt doen. Zonder dat je, net als bij de matrice 200, dat ding er eerst uit moet halen en half vast hoeft te houden. Dus je kunt zo rustig het landingsgestel erin doen. Er zitten aan de zijkant van het pootje zitten streepjes om aan te geven hoe ver ze erin moeten. Dan draai je ze vast. En dan kun je aan het landingsgestel het toestel zo eruit halen. En dan kun je hem zo in één keer omdraaien en op zijn pootjes zetten. We gaan zo verder kijken wat er allemaal verder nog goed om uitklappen en doen. Dan hebben we uiteraard de afstandsbediening zitten. En de afstandsbediening die kennen we al eigenlijk een beetje van de Mavics, de smart controller. Maar het is wel een aangepaste variant. En daar komen we zo ook nog even op terug wat daar dan anders aan is. Kijken wat we hieronder hebben. Hieronder zit een keycord voor de afstandsbediening. Dus dat is mooi dat die erbij zit. Hier hebben we diverse USB-kabeltjes en een schroevendraaiertje. Een beetje de standaard accessoires die we van een DJI-toestel kennen. Hieronder zitten verschillende laders. De Europese versie wordt met alleen de Europese lader geleverd. Maar omdat we, dit is een universele unit, krijgen we de verschillende adapters erbij. En hier de laatste daadwerkelijke. Die zitten voor alle smaken erbij. En we hebben natuurlijk aan deze kant de boekjes die we eigenlijk altijd bij de DJI-toestellen krijgen. En als laatste zit er een WB37 batterijtje in. En wat dus ook hierbij weer opvalt is dat er dus geen laderstandaard bij zit. Omdat die battery station de enige lader is die je kunt gebruiken voor die TB60 batterijen. En daar kun je dan ook tegelijkertijd die WB37 batterijtjes in opladen. Dus de koffer ook even aan de kant. Zo. Gaan we eens even rustig naar het toestel kijken. Het toestel klapt dus in deze manier op. De armen klappen allebei naar binnen, zodat hij dus een mooi vierkant pakketje wordt en dat hij mooi op zijn kop in de koffer past. Uitklappen gaat dus op deze manier. Eerst de voorarmen eruit en dan de achterarmen eruit. Dan klikken die eigenlijk een beetje net als met de M200 in van die houdertjes vast. En dan zitten er, als we deze rubbertjes er even afhalen, aan de armen van dit soort schroefsluitingen om het toestel daadwerkelijk vast te zetten. Dus daarmee lok je de arm. En op elke arm zitten van deze rode streepjes. Die zitten overigens ook op het landingsgestel. En die rode streepjes die geven aan tot hoever je het vast moet draaien. Dus die moeten niet meer zichtbaar zijn. En dan weet je zeker dat het toestel goed is vastgeschroefd. Die ook naar voren. Zo. Gelijk even de plasticjes er overal vanaf. En de rubbertjes die de props vasthouden. Dan hebben we hier de M300. Nou, we hebben al een aantal dingen natuurlijk ook in onze webinar video besproken over wat er allemaal anders is in dit toestel ten opzichte van andere toestellen. En wat er nieuw is technisch wise eigenlijk. Wat voornamelijk voor mij opvalt is ten opzichte van demo unit wat we gehad hebben, is dat dit plastic een stuk anders is. Dat was bij demo unit echt nog een soort test plastic. Het voelt een beetje goedkoop aan. En dit is echt heel mooi afgewerkt ruw plastic wat we ook van de andere DJI toestellen kennen.
Grootste nieuwe ding is onder andere dat deze propellers aan de onderkant van de armen zitten. En dat heeft een hele bewuste reden. Want daardoor konden namelijk deze RTK-antennes, die standaard op de M300 zitten, op de uiteinden van de armen. In plaats van dat die net als bij de M200 met sprietjes of iets hierboven zitten. En daarnaast zitten ze daardoor wat verder uit elkaar, wat de nauwkeurigheid ten goede moet komen. Wat ook opvalt is dat het toestel dus standaard met één gimbal mount geleverd wordt. Er is ook geen versie zoals met de M200-series, dat je een versie met zonder RTK of met of zonder dubbele gimbalpoort kunt kopen. Dit is gewoon de enige M300 die je kunt kopen. En los zijn daarvoor dus een dual gimbal mount voor onderop, alsmede een gimbalpoort voor bovenop te koop. Dus op die manier kun je je M300 dan uitbreiden naar de hoeveelheid camera's die je daarbij wil vliegen. Ja, wat ook opvalt ten opzichte van de andere toestellen is de hoeveelheid sensoren die zich voornamelijk hier in de bovenkant bevindt. Het toestel heeft rondom 3D camerasensoren en infrarood afstandssensoren. En zowel aan de onder- als aan de bovenkant zitten hier deze felle LEDs. En dat kennen we ook van de Mavic. En die LEDs die zorgen ervoor dat als het donker is, waardoor die vissingssensoren dan niet zo heel goed werken, dat hij die LEDs aan kan zetten om in het donker ook zowel aan de boven- als de onderkant goed zicht te hebben. Nou, de batterijen die schuiven hier aan de achterkant in het toestel. Ik zal het toestel eventjes omdraaien. Zo. Schuiven hier aan de achterkant in het toestel. En dan is dit de locking om de batterijen te locken. Er zit dus geen veersysteem in. Dat zorgt er ook voor dat je hem makkelijker kunt hotswappen. Want je draait het dingetje los, schuift één voor één de batterijen erin en eruit. En op die manier kun je zonder dat er een veer op zit wisselen en dit weer dichtklikken. Ik zal gelijk ook even voor de beeldvorming de H20 eronder hangen. Een beetje een idee hebben hoe dat eruit ziet. Zo. Wat daarnaast opvalt aan de voorkant is deze hele grote FPV-camera die je hier ziet. Die zorgt voor een heel groot overzichtsplaatje van het geheel. Maar die zorgt er ook voor dat je een veel beter overzicht hebt in de hoogte. Omdat die gewoon een heel grote wide angle heeft. En de chip en de lens die erin zit, dat zijn dezelfde als je in de Osmo Action vindt. Dus dat is wel een hele grappige gimmick. Als we dan even naar de afstandsbediening gaan kijken. Die is dus aan de ene kant heel bekend, maar aan de andere kant toch ook wel een beetje nieuw. En dat komt omdat het een Enterprise Smart Controller is, zoals het zo mooi heet. De basis is letterlijk een smart controller en voelt wat dat betreft heel erg vertrouwd aan. Ik vind het persoonlijk ook een erg fijne, compacte controller. Maar er zijn wel een paar dingetjes anders. Allereerst zie je hier dat bij de joysticks een rubbertje zit. En dat rubbertje zorgt er simpelweg voor dat de waterdichtheid van de remote, mocht er onverhoopt een spatje regen opvallen, dat dat wat beter is. Daarnaast zie je hier in het midden een soort stickertje zitten. En dat is voor een uitbreiding later. Daarmee kun je een optionele beugel op deze smart controller zetten. En dan kun je een Crystal Sky als tweede scherm bovenop de remote zetten. Dus dan heb je en het scherm in de remote zelf en nog een tweede Crystal Sky om bijvoorbeeld het beeld van twee verschillende camera's tegelijk te zien. Aan de achterkant van die remote vinden we dezelfde soort aansluiten als we van de gewone smart controller gewend zijn. Dus dat is een HDMI-aansluiting, een USB-aansluiting en een microSD-kaartlezer. Met als enige verschil dat je deze rubber dopjes hebt die daarvoor zitten om ervoor te zorgen dat als het wat spatwater weer krijgt, dat het dus goed waterdicht blijft en dat er niet gelijk water in je remote komt. Verder is de layout van de smart controller vrijwel hetzelfde qua knopjes, foto, video en dat soort dingen. Wat wel nieuw is, is de bevestiging, want je ziet hier aan de onderkant en hier aan de bovenkant een drietal lusjes zitten. En die lusjes zorgen ervoor dat je de keycords die erbij zit erop kunt doen, zodat je smart controller dus ook goed kunt ophangen. Dat je hem goed met de keycord om je nek kunt doen. Aan de achterkant kun je de WB37 batterij erop doen. Dus op die manier ben je niet afhankelijk van het opladen van je smart controller om te kunnen vliegen. Dus kun je gewoon batterijen wisselen op het moment dat je remote leeg is. En hier aan de onderkant zie je een uitstekertje en er zit een plastic kapje in. En hierachter kan een optionele 4G-dongel in. En door hier een 4G-dongel in te doen, kun je enerzijds bijvoorbeeld live verbinding maken met een N-trip voor de RTK-correctie, zoals wij met het drone RTK-netwerk leveren. En anderzijds kun je die 4G-dongel gebruiken om bijvoorbeeld rechtstreeks vanaf de afstandsbediening
verbinding te maken met DJI Flight Hub. Dus dat is dan de afstandsbediening. En dan hebben we eigenlijk het toestel zo kort in grote lijnen wel gehad. In onze vorige video hebben we al heel veel gedaan over de technische specificaties. Maar we gaan hem binnenkort ook nog eventjes rustig naast de M210 zetten. Om je een beetje de verschillen te laten zien. Ik wilde je in ieder geval zo even laten zien hoe die M300 geleverd wordt. Wat er grofweg anders is en wat er ongeveer uitziet als je hem zo de eerste keer uit de doos haalt. Mocht je hier nou meer over willen weten of een M300 willen aanschaffen of hem uiteraard even komen bekijken, neem dan contact met ons op via droneland.nl of in onze winkel.